Voorzitter, bij de behandeling in oktober 2009 van het wetsvoorstel tot herziening van het Benelux-verdrag heb ik uitvoerig uiteengezet dat de PVV zeer hecht aan een goede samenwerking met onze zuiderburen, maar dat wij vinden dat de Benelux-organisatie een overbodig vehikel daartoe is. Wat ik toen zei, voorzitter, dat geldt vandaag nog steeds. De PVV is niet overtuigd van de bestaansreden van de Benelux-organisatie. Samenwerking, intensieve samenwerking met de zuiderburen kan plaatsvinden in de bestaande internationale fora en verder in bilateraal en trilateraal overleg. En door de moderne communicatiemiddelen, ik noem teleconferencing, is dat ook nog eens aanzienlijk makkelijker dan in 1958, het geboortejaar van de Benelux-organisatie. We hebben, voorzitter, voor de goede samenwerking met de zuiderburen niet dat hele institutionele circus van interparlementaire Benelux-raad, een comité van ministers, een Benelux-gerechtshof en een Benelux-secretariaat nodig. En de PVV-fractie voelt zich in die opvatting gesterkt door de evaluatie van de Benelux-Unie door het IOB. En de bottomline, de conclusie, is daarin bevestigd in onze ogen. Het rendement van de Benelux-organisatie, die 8 miljoen euro per jaar kost, schiet aanzienlijk tekort. Voorzitter, de Benelux-organisatie wordt dit jaar 55 jaar oud. En wat de PVV betreft is het tijd om haar met VUT te sturen. Het geld dat eraan wordt besteed kan anders en beter worden ingezet. En dan, voorzitter, kom ik tot de conclusie over het thans aan de orde zijnde protocol. Dat is erop gericht om Nederland nog wat meer te laten betalen aan de Benelux-organisatie. En ik constateer natuurlijk dat het bedrag dat meer door Nederland zou moeten worden betaald, volgens dit voorstel, gemeten aan de omvang van het staatsbudget, natuurlijk zeer bescheiden is. Dat is duidelijk. Maar ja, voorzitter, als je vindt dat wat je betaalt aan een organisatie geen goede besteding is, dan is er natuurlijk ook geen aanleiding om te zeggen, laat Nederland dan nog maar wat meer betalen aan die organisatie. En dat leidt tot deze conclusie, namelijk dat de PVV met het voorliggende voorstel niet zal instemmen. Dank u wel. Dan gaan we naar... Voorzitter, ik dank de minister voor zijn beantwoording in de eerste termijn. Op een enkel punt wil ik nog even ingaan. De minister heeft betoogd dat als we zouden stoppen met de Benelux-samenwerking in die Benelux-organisatie, dat dat dan door onze wederpartijen België en Luxemburg zou opgevat worden als een signaal dat we minder of niets zien in de samenwerking met die twee landen. Ja, ik ben van mening dat dat meteen al werd gelogenstraft door wat de minister daarna zei over het regelmatige contact dat hij aan marge van de Raad Buitenlandse Zaken met die landen heeft. En vooral ook door het antwoord dat de minister gaf op de laatste interruptie van de heer Omtzigt. Want daarin gaf de minister een soort tour de raison van allerlei overlegstructuren waarin we al met België en Luxemburg samenwerken. Ik denk dus dat België en Luxemburg het signaal vanuit Nederland, althans vanuit dit parlement, we zouden moeten stoppen met het Benelux-parlement en we zouden moeten stoppen met de Benelux-organisatie, dat België en Luxemburg dat helemaal niet hoeven op te vatten als een behoefte om minder samen te werken. Maar mijn fractie is wel van mening dat die samenwerking niet een Benelux-organisatie behoeft, dat die politieke sturing waar de minister zegt, daar ga ik me nu meer op inzetten, dat die ook niet nodig is voor een betere samenwerking. Althans niet als die politieke sturing zich richt op die Benelux-organisatie. We hebben goede contacten en laten we die gewoon uitbreiden en verdiepen en stoppen met een structuur die daar nog weer overheen ligt en die eigenlijk niks toevoegt. Ik blijf dan ook, om tot de conclusie te komen, voorzitter, bij mijn conclusie uit de eerste termijn, dat voorliggende protocol, want daar gaat het uiteindelijk hier vandaag over, dat zal de PVV niet steunen. Dank u wel. De laatste.